Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom op de allereerste webinar van BRS. Heel fijn dat jullie tijd hebben gemaakt deze avond om ons te volgen. Voor we van start gaan, dan wil ik graag eerst onszelf voorstellen. Ikzelf ben Tom, ik ben een vaste medewerker van BRS. En ook Kurt dat is de algemeen coördinator van BRS. BRS is een klein team binnen Sera, een team van ongeveer 6 personen. En ook verschillende van de andere medewerkers zijn hier vandaag om te helpen. Jarek bijvoorbeeld is hier aanwezig om jullie vragen te beantwoorden. En Vincent is ook aanwezig. Terwijl wij hier de presentatie in het Nederlands geven, zal hij de Franstalige BRS-ambassadeurs verder helpen in het Frans. Naast onszelf voorstellen wil ik ook nog een paar technische elementen meegeven, want het is de allereerste keer dat we zo'n webinar van op afstand doen. Om te beginnen, jullie moeten niet veel doen. Jullie zien het scherm en jullie kunnen gewoon meevolgen. Het enige wat jullie eventueel tussendoor mogen doen, is een vraag stellen. En daar vinden jullie links onderaan op jullie pagina staat een knop Ask a Question. Dus als jullie zich iets afvragen tijdens de uitleg of als jullie een bijkomende vraag hebben, mogen jullie daarop klikken en de vraag intypen. Daarbuiten moeten jullie dus enkel gewoon volgen. Ook als jullie een technisch probleem zouden hebben, als het geluid niet goed is of als er andere issues zijn, dan mag je daar intypen wat het probleem is en Jarek gaat je dan proberen verder te helpen. Doorheen de presentatie nemen wij ook 2 keer de tijd om op de vragen die jullie tussendoor gesteld hebben een antwoord te geven. Jullie moeten ook geen schrik hebben, wij horen jullie niet, jullie horen enkel ons. Dus het is geen probleem als jullie een zakje chips eten of ander geluid maken. Dat is geen enkel probleem. Naast vragen die jullie kunnen stellen, zullen we ook tussendoor 2 keer een poll doen. Een poll is eigenlijk een vraag die we stellen aan jullie, waarop jullie een antwoord kunnen geven om te kijken hoe de groep erover denkt, hoe jullie allemaal daarover denken. En ik stel voor dat we dat onmiddellijk eens gaan proberen met de eerste poll, de eerste vraag voor jullie. En die is eigenlijk, wat is de belangrijkste inkomstenbron voor de werking van BRS? Waar haalt BRS eigenlijk de inkomsten om dit werk te kunnen doen? En er zijn 5 mogelijkheden. Jullie kunnen ondertussen al stemmen daarop door te klikken op de optie 1 tot 5. Dus optie 1 is dat het de voornaamste inkomsten van giften komt. Mogelijkheid 2 is Sera. 3, subsidies van de overheid. Komt het meeste van de inkomsten van KBC? Of halen we eigenlijk het geld van onze werking uit de intekeningen in de investeringscoöperatie BRS Microfinance Coop? U heeft nu nog heel eventjes de tijd om te stemmen en dan is de stemming gesloten. Ja, ondertussen gaan we verder. De resultaten van die stemming worden nu verwerkt en zo dadelijk krijgen jullie daar een antwoord op. Maar waarom zijn we hier vandaag? Wat is eigenlijk het doel van vandaag? Ja, jullie hebben zich allemaal opgegeven om ambassadeur van BRS te worden. Waarvoor hartelijk dank, dat is heel fijn. En begin dit jaar zijn er ook verschillende sessies georganiseerd in de verschillende regio's, waarop veel van jullie aanwezig waren. Daar hebben we al kort de werking van BRS toegelicht. En we hebben daar discussies gehad over wat de rol van zo'n BRS-ambassadeur eigenlijk kan inhouden. Maar we merkten ook dat er heel wat vragen kwamen die dieper gingen, die naar meer details over de werking van BRS vroegen. En daarom organiseren we eigenlijk deze webinar, om jullie meer informatie te geven en eigenlijk een blik achter de schermen van BRS te geven. We gaan dat doen door proberen te antwoorden op de volgende vragen. Wat is eigenlijk de achtergrond van BRS? Hoe wordt BRS gefinancierd? Waar jullie zo net ook de poll voor hebben ingevuld. Hoe maakt BRS eigenlijk het verschil? Wat doet BRS in België? En wat kan jij doen? Maar we gaan proberen het niet te lang te maken. Het zal niet zo gemakkelijk zijn, want we hebben veel informatie en we hebben veel te vertellen. Maar we gaan proberen het toch niet langer als een uur te maken, zodat we zeker ook voldoende tijd hebben voor jullie vragen. Want het is moeilijk in te schatten wat jullie zich precies afvragen en daar willen we zeker voldoende tijd voor maken. En voordat jullie nu het antwoord krijgen op de poll die jullie net hebben ingevuld, laat ik eerst het woord aan Kurt om te antwoorden op de eerste vraag, de achtergrond van BRS. Ja, goedenavond. En de achtergrond van BRS zal jullie niet verwonderen. Dat is namelijk de R in de naam van Belgische Raiffeisen Stichting. Dat is onze stichter, Wilhelm Raiffeisen. We gaan meer dan 150 jaar in de tijd terug. En het is vooral een antwoord op de vraag waarom doet BRS wat ze doen. En dat heeft vooral te maken met het feit dat Raiffeisen was iemand, zoals jullie weten, als raarleden uiteraard, een burgemeester in Duitsland in een periode dat het voor mensen, zeker voor landbouwers, een zeer moeilijke tijd was. Mensen hadden geen toegang tot financiële diensten. En wat vooral de kern was van zijn visie is een enorm geloof in het kunnen van mensen.
Dus geen liefdadigheid, maar wel zelfhulp en onderlinge solidariteit. Op die principes baseerde hij heel de werking die er bestond uit het oprichten van spaar- en kredietcoöperaties waar mensen hun spaargeld bundelden en samen beslisten aan wie en hoe zij kredieten gingen geven. Dat coöperatieve systeem heeft zich verspreid over heel België, ook hier over heel Europa, inclusief hier in België, met de Sera Bank. Dat is heel onze basis. Waarom doen wij wat wij doen? Want in het zuiden, en u ziet hier een kaart in beeld, op deze kaart zien jullie hoeveel het percentage van mensen die vandaag toegang hebben tot financiële diensten. En in de licht gekleurde velden, zoals u ziet vooral in Afrika met het hele lichtgroene, zoals te lichter, zoals te minder toegang tot financiële diensten. Het licht gekleurde is minder dan 1 op 5 gezinnen die toegang hebben tot financiële diensten. En het zal jullie ook niet verwonderen dat daar vooral ook, net zoals met Raiffeisen, vandaag alternatieven ontwikkeld worden door microfinancieringsinstellingen. En het zijn in die regio's dat wij als BRS die instellingen gaan ondersteunen. Dat is dus Afrika, Latijns-Amerika en in Azië. Ondertussen kijk ik even naar Jarek of de antwoorden binnen zijn op de poll. Ik zie dat die antwoorden nog heel even aan het verwerken zijn. Ik ga dan toch al even over naar de antwoorden. Straks ben ik heel nieuwsgierig naar wat jullie daarover gezegd hebben. Maar de voornaamste bron van cash-inkomsten, en ik ga de nadruk daarop leggen, dat is vandaag via KBC Bank. 285.000 euro, dat zijn de inkomsten die wij ontvangen voor onze werking. Op de tweede plaats, zal jullie niet verwonderen, staat Sera. We hebben dan ongeveer voor een kleine 30.000 aan giften. En we hebben ook nog een beetje beleggingen, wat ons jaarlijks ongeveer 25.000 euro opbrengt. Nu, hoe besteden wij die middelen? En dat is, voor bijna 90% gaat dit naar advies, vorming en naar projecten. Dus hieruit, dat is toch ook wel belangrijk voor BRS, en zeker als jullie als ambassadeur zijn, wordt soms heel veel gesproken over, blijft het geld ergens plakken in heel veel administratie? Bij ons is dat niet het geval. Alle middelen die wij cash ontvangen, die gaan voor 90% naar advies, vorming en projecten in het zuiden. Nu, ik maak er een kanttekening bij. Ik heb de hele tijd de nadruk op cash gelegd. Wij hebben ook het feit dat wij deel uitmaken van de Sera-groep, maakt dat er ook heel wat kosten door Sera ten laste genomen worden die hier niet in dit schema zijn opgenomen. Zoals de lonen van ons team, maar ook wij maken gebruik van alle facilitaire diensten van Sera. Wij maken gebruik van communicatie, ook de collega's van communicatie. Sera helpen ons. Wij kunnen gebruik maken van de juridische diensten, ook van de boekhouding. Dus in die zin zijn er ook heel wat middelen die van Sera komen. Als we dit allemaal zouden optellen, is natuurlijk Sera onze belangrijkste financierder. Ondertussen kijk ik wat jullie als antwoord hadden gegeven en blijkbaar is dat een hele moeilijke verwerking aan het worden. We zullen er straks zeker op terugkomen. Tom, dan geef ik even graag het woord terug aan u over onze hoofdactiviteiten. Graag. Dus de andere vraag die we zeker willen beantwoorden is, hoe maakt BRS eigenlijk het verschil? En BRS maakt eigenlijk het verschil op twee verschillende manieren, binnen twee verschillende domeinen. Links ziet u door vorming en advies, waar Kurt zo net ook al naar refereerde, en rechts door te investeren. Vorming en advies is een heel belangrijke poot binnen BRS en dat doen we eigenlijk binnen de BRS VZ2. We gaan dus naar organisaties in het zuiden en we gaan hun training geven, we gaan hun advies geven, we gaan hun coachen. Daarbuiten is sinds enkele jaren de investeringscoöperatie BRS Microfinance Coop opgericht. En daarmee geven we eigenlijk leningen aan al een beetje grotere microfinancieringsinstellingen. Op zich zijn we niet de enige die dat doen. We zijn niet de enige die advies en vorming geven in de wereld. En we zijn ook niet de enige die een investeringscoöperatie hebben. Wat wel vrij uniek is, is dat BRS de combinatie van de twee heeft. En waar wij eigenlijk advies en vorming vaak gaan geven aan wat kleinere organisaties, zou het ideaal zijn, en zo gebeurt het ook regelmatig, is dat als die organisaties dan groter en sterker worden door ons advies en vorming, dat ze dan daarna kunnen intreden in het volgende luik, en dat is eigenlijk in het investeringsluik. Dus dat is waar wij naar streven. Als
naar de volgende slide gaan. Wie doet dat dan, die organisaties ondersteunen? En dan heb ik het eventjes over het gedeelte van advies en vorming. Is dat alleen het BRS-team? Zijn dat die 6 personen? Nee, zeker niet. Die 6 personen, dat is het team wat je links bovenaan ziet. Met dat team geven wij inderdaad, daar steken wij veel van onze tijd in uiteraard, maar we krijgen heel veel hulp. Die hulp komt onder andere van de adviseurs. Adviseurs zijn de personen rechts bovenaan. Dat zijn ervaren, gepensioneerde KBC-collega's die zich engageren om voor verschillende jaren mee een project op te volgen samen met ons als BRS-coördinator. En daarbuiten zie je ook nog onderaan een voorbeeld van een KBC-expert. Naast onszelf en de adviseurs kunnen wij vaak beroep doen op KBC-experten. En deze personen die geven zich eigenlijk op om vrijwillig mee te gaan om te werken rond een bepaald expertise-domein. En als we eventjes kijken naar hoeveel vrijwillige inzet er is geweest in het afgelopen jaar, dan zien we dat er meer dan 800 vrijwillige dagen zijn gepresteerd door zowel adviseurs als KBC-experten. Er zijn meer dan 40 verschillende KBC-collega's betrokken geweest het afgelopen jaar in de ondersteuning. Een andere belangrijke vraag is, waarom doen we het eigenlijk? Doen we het om die microfinancieringsinstellingen? Want jullie horen soms het woord MFI of microfinancieringsinstelling. En dat zijn eigenlijk een soort banken die specifiek zich richten op de armere bevolking in het zuiden. Doen we het om die sterker te maken? Ja, maar dat is wel met als einddoel de eindklant helpen. Voor ons is de eindklant, voor BRS is de eindklant heel belangrijk. De levensstandaard van de eindklant, die willen wij verbeteren. En hier zie je enkele voorbeelden van zo'n typische eindklant, van zo'n typische klant van zo'n microfinancieringsinstelling. Rechts zie je bijvoorbeeld een jonge ondernemer. Misschien dat sommigen hem herkennen, dat is José Osorio, die ook hier aanwezig is geweest. Anderhalf jaar geleden op een van de Zuidgebreiden en die een mooie mozaïek heeft gemaakt in Leuven. Dat is een jonge persoon die met kleine microkredieten een organisatie waar hij alleen werkt heeft kunnen uitbouwen tot een organisatie van 14 personen. Maar daarbuiten heb je ook een heel ander profiel van klanten. Links bovenaan zien jullie bijvoorbeeld een boer, of in dit geval een boerin. Dat is een dame uit Ethiopië die tef, het lokale graan, is aan het verwerken en aan het drogen. Sommige van de microfinancieringsinstellingen hebben meer dan 50% van de klanten daarvan zijn boeren. Die ook gebruik maken van microkredieten en microfinanciering. Dat zal meer in de afgelegen gebieden zijn er vaak boeren. Als je dan meer naar de stedelijke gebieden gaat, dan zie je vaak de personen die je links onderaan ziet. Dat is een foto uit Rwanda. En dat zijn de straatverkopers. Dat zijn ook vaak jonge personen, maar die langs de weg bijvoorbeeld simkaarten of telefoons verkopen. En die ook vaak een microkrediet nemen om kleine aankopen te kunnen doen. De vraag is dan, hoe bereiken wij die eindklanten? En daar gaat Kurt iets meer over vertellen. Heel graag. Als jullie naar ons logo kijken, wat jullie nu op de slide zien. Vroeger, als Raiffeisen, waren we natuurlijk direct betrokken bij de individuele klanten. Raiffeisen, Sera Bank, had natuurlijk een link met de klanten, met de spaar- en kredietdiensten. Als jullie nu op deze slide verder kijken, wij staan vandaag niet rechtstreeks in contact met die microkredietklanten. Daartussen zitten die organisaties, die zogenaamde microfinancieringsinstellingen. En die microfinancieringsinstellingen, daar bestaan heel veel verschijningsvormen van. Daar is niet zoiets als de instelling. Daar zijn heel veel maten en gewichten. En als we het even op de volgende slide dit vervangen door een symbolische manier van voorstellen, van in deze piramide, dan zien we hier een piramide met 3 segmenten. In het onderste segment zitten organisaties, en zoals u ziet het merendeel, 70% van de MFI's in de wereld, zitten onder deze, in het eerste segment, onder die rode lijn. Dat wil zeggen dat zijn instellingen die nog niet hun eigen operationele kosten kunnen dekken en die afhankelijk zijn van subsidies. Kijken we in het tweede segment, dat zijn wel organisaties die net over die rode lijn zijn, die erin slagen dus om hun activiteit, hun operationele, gewone dagelijkse werking zelf te financieren met hun spaar- en kredietactiviteiten, want het is een bedrijf natuurlijk, zo'n instelling, maar die bijvoorbeeld afhankelijk zijn voor vorming van subsidies bijvoorbeeld, of die bijvoorbeeld kredietlijnen hebben die gesubsidieerd zijn. En dan is er een kleine minderheid, dus een minderheid in het topje, dat zijn microfinancieringsinstellingen die zeer commercieel zijn, sommige zelfs beursgenoteerd.
Waar werken wij met BRS? Het zal u niet verwonderen, maar wij werken vooral rond met deze organisaties, rond deze rode lijn. Voor ons als BRS vinden we het ook belangrijk als organisaties hier diensten geven aan klanten, dat zij zelf ook zelfstandig zijn, dat zij het spaargeld ook niet zouden in gevaar brengen van de klanten dat zij beheren. Dus dat is belangrijk. En wij proberen, zoals u ziet, die organisatie boven die rode lijn te doen. En dat doen wij vandaag voornamelijk met de werking van onze VZW, met onze advies en vorming. Maar zoals Tom daar straks ook zei, eenmaal dat de organisaties op dat hogere niveau zitten, dan komen wij tussen met BRS Microfinance Coop. Het is daar, in dit segment, niet die beursgenoteerde organisaties, daar zijn wij niet bij betrokken, maar wel die organisaties die naar die zelfstandigheid aan het groeien zijn, die misschien niet meer dat advies en die vorming van de VZW nodig hebben, maar waar we met de BRS Microfinance Coop kunnen samenwerken. Of we nu werken met de organisaties hier in het eerste of in het tweede segment, er zijn altijd drie belangrijke criteria die voor ons belangrijk zijn. En dit zijn de volgende. We kijken vooral, en dat is de eerste stap, wat is de sociale mindset? Wat is de sociale insteek van die organisaties? Zijn zij werkelijk opgericht om die mensen, om hun klanten, de armere klanten, om die op een hoger niveau te krijgen? Want dat was ook de visie van Raiffeisen, mensen echt, zelfs materieel, op een hoger niveau krijgen. We kijken daarnaast ook op welke manier doen zij dat. En het zal jullie niet verwonderen, met onze eigen coöperatieve geschiedenis in onze genen, dat wij heel erg veel kunnen bijdragen aan organisaties die ook in die coöperatieve mindset zitten. We kijken ook natuurlijk naar die financiële score. Voor de VZW is het minder belangrijk dat die organisaties al helemaal financieel zelfstandig zijn. U heeft het schema daar straks gezien, maar wanneer we kijken voor de investering, wordt die financiële score natuurlijk wel belangrijk, want het moeten organisaties zijn die natuurlijk een zekere zelfstandigheid hebben. En om u dan toch een blik te werpen achter de schermen, dat doen we op basis van modellen, van financiële cijfers, financiële rapporten, die wij op een gestandaardiseerde manier van al die instellingen bij BRS binnenhalen. En een van die tools waar jullie hier twee grafieken van zien, die komen uit de Microfinance Factsheet. Dat is dus een instrument dat wij zelf ontworpen hebben en dat vandaag in de wereld door bijna 1000 microfinancieringsinstellingen gebruikt wordt om te communiceren over hun financiële gegevens, zoals hier links de operationele zelfstandigheid, maar ook over sociale gegevens. Dit zijn hier trouwens, we komen er straks even op terug, gegevens van een organisatie Pilar in Honduras, waar we al heel lange tijd mee samenwerken. En zoals u ziet, om een voorbeeld te geven, dit is een organisatie met 90% rurale klanten. Dit is bijvoorbeeld een sociale indicator die voor een organisatie als BRS belangrijk is. En u ziet hier een operationele zelfstandigheid van 130%. Dat betekent dat die organisatie bij ons in aanmerking komt om bijvoorbeeld een investering te geven. Het zijn maar een paar indicatoren. Er is een hele set, maar daar gaan we vandaag natuurlijk niet verder op kunnen ingaan. Als we zo'n organisatie geselecteerd hebben en vinden dat die criteria overeenkomen met BRS, dan volgen er een aantal stappen. En daarvoor geef ik het woord graag verder terug aan Tom. Ja, dankjewel. Je mag de stappen tonen, Kurt. Er zijn dus inderdaad een aantal stappen die we doorlopen. En de eerste, zoals Kurt al aangaf, is de selectie van de partner. We gebruiken daarvoor die financiële tools. We gebruiken daarvoor een aantal criteria. Maar dat is niet het enige. We werken niet enkel op basis van cijfers. We doen ook meestal een kennismakingsbezoek. Dus met een team gaan we ter plaatse en gaan we ook babbelen met het management van die lokale organisatie om te kijken, is er een goede klik qua waardes, qua manier van werken. En samen met de objectieve cijfers oordelen we dan, is dit een partner waarmee we willen gaan samenwerken in de komende jaren. Eens als we dan hebben besloten om samen te gaan werken, dan volgt de volgende stap. Dan gaan we afspraken maken en vooral ook, we gaan de thema's bepalen waarop we hun gaan ondersteunen en waarop we gaan samenwerken. Die thema's die bepalen we op basis van een aantal criteria, zoals is het een thema waar de eindklant, waar we het straks over hadden, echt voordeel van heeft? Is het ook iets waar dat BRS samen met CERA en KBC voldoende expertise en kennis over heeft? En is het ook echt een topprioriteit voor de lokale organisatie?
En zo op die manier bepalen we eigenlijk waar gaan we samen rondwerken. Mogelijke thema's waar we vaak met organisaties rondwerken zijn bijvoorbeeld de strategie van een organisatie, maar ook landbouwfinanciering, microverzekering, productontwikkeling, zo'n thema's. En ook coöperatief ondernemen, hoe dat zij zich organiseren, dat bekijken we ook samen. De vorige slide nog, Kurt. Een volgende stap is dan het coaching en advies. Eens als we die thema's hebben bepaald, gaan we effectief aan de slag. Dat gebeurt vaak door een tweetal keer per jaar een bezoek te doen. En daartussen doen wij opvolgingscalls. En om de zoveel tijd doen wij ook een evaluatie van de samenwerking. Meestal werken we voor een langere tijd met een partner samen. Stel dat dat voor een drietal jaar is dat we samenwerken, dan gaan we naar die 3 jaar kijken. Hoe gaan we nu verder? Gaan we opnieuw enkele jaren samenwerken? Zijn ze matuur genoeg geworden en zetten we de samenwerking stop? Of komen ze in aanmerking, zoals Kurt straks aanhaalde, om naar die volgende stap, naar de investering te gaan. Ik zie signalen, dus betekent dat misschien dat de resultaten van de poller zijn. Ik kijk hier zelf ook nog eventjes en ik zie dat het overgrote deel eigenlijk aangeeft dat de inkomsten van CERA het belangrijkste zijn. En zoals Kurt aangaf, klopt dat ook voor een groot stuk. CERA geeft een stuk van de financiële steun, maar zorgt ook voor de betaling van de lonen van het vaste BRS-team. Dus het klopt dat CERA een zeer grote bijdrage levert. Verschillende personen geven aan KBC, maar toch een beetje minder. En KBC geeft inderdaad ook heel wat financiële steun. Ook een groot aantal van de mensen gaf aan dat de intekeningen in BRS Microfinance Scope gebruikt worden voor de werking van BRS. Dat is dus niet het geval. Die intekeningen die zijn heel belangrijk voor ons, maar dat is niet voor de werking van BRS te betalen. Die intekeningen die worden enkel gebruikt om effectief de investeringen, leningen te geven aan organisaties in het zuiden. Dan gaan we verder waar we waren. Als we opnieuw naar de organisatie gaan waar Kurt het net over had. Kurt had de cijfers getoond van Pilar in Honduras. En hij toonde eigenlijk aan dat die zowel financieel als sociaal sterk scoren. En daarom hadden wij beslist dat we met hun aan de slag gingen gaan. Dan komt die volgende stap, de thema's bepalen om rond samen te werken. En de thema's waar we met hun rond hebben samengewerkt zijn bijvoorbeeld sparen voor jongeren en jonge ondernemers. Waarom? Pilar was een organisatie die vooral microkredieten aanbood. Kredieten zijn belangrijk binnen de microfinanciering, maar dat is niet het enige wat belangrijk is. Ook sparen is belangrijk. Samen met hun hebben we dus producten opgezet die sparen mogelijk maken voor jongeren. De bedoeling was dat eigenlijk de ouders van het gezin een spaarrekening zouden opstarten om als de kinderen de leeftijd bereikten om te gaan studeren, dat er effectief geld was om die studies te betalen. Naast enkel dat product creëren wordt er ook gewerkt rond een educatieve campagne om eigenlijk de mensen, de klanten van Pilar, bewust te maken dat sparen belangrijk is. Het gaat dus niet enkel om een product ontwikkelen, maar het gaat vaak ook om de ondersteuning die daarbij komt kijken. Hetzelfde voor de jonge ondernemers. Daar werden ook specifieke krediet- en spaarproducten voor ontwikkeld. Maar samen met die producten werd er eigenlijk ondersteuning gegeven om die jongeren de mogelijkheid te geven om samen met hun een businessplan te maken, zodat hun organisatie eigenlijk meer kans op slagen heeft. En zoals ik zei, de thema's zijn dan bepaald. Dan gaan we effectief aan de slag. Hoe doen we dat? Effectief aan de slag gaan. Ik zei, we gaan een tweetal keer per jaar ter plaatse. Links ziet je een voorbeeld van Jacques, een van de adviseurs die bij een organisatie ter plaatse was. Maar we gebruiken ook tussendoor alle mogelijke middelen, zoals Skype, bellen, WhatsApp, om met hun in contact te blijven. Want vanuit België en in een van de andere landen is het niet altijd evident om goed samen te werken als je die middelen niet gebruikt. En de manier waarop we samenwerken is ook, denk ik, vrij uniek hoe BRS dat doet. Wij gaan niet naar daar en wij gaan niet vertellen hoe wij denken dat het moet gebeuren, maar we werken op een zeer coachende manier. De mensen die naar daar gaan, zijn ook allemaal experten met een brede ervaring binnen CERA of binnen KBC. En er wordt eigenlijk van bankier tot bankier of verzekeraar tot verzekeraar gewerkt. En we werken ook steeds op lange termijn met hun samen, niet kort 1 of 2 jaar, maar veel van de partners waarmee we werken, werken we 6, 7, 8 jaar mee samen. Zodat we echt een vertrouwensrelatie kunnen opbouwen en echt met hun aan de slag kunnen gaan. Dus dat zijn de dingen die we doen in het zuiden. Maar wat we ook doen, en dat ziet u hier rechts, dat is dat we soms vorig jaar en het jaar ervoor hebben we een aantal van de managementteams uitgenodigd hier in België. We zijn dan eigenlijk met hun een week lang hebben we een managementtraining gegeven in de gebouwen van KBC en hebben we een week lang ondergedompeld in allerhande thema's, zoals HR, innovatie en nog veel meer thema's, waarmee ze dan daarna aan de slag kunnen gaan.
En om jullie daar een beetje meer gevoel van te krijgen wat dat juist inhoudt, hebben we een klein filmpje over die management training wat jullie nu gaan zien. BRS est une organisation soutenue par KBC et CERA qui fournit un accompagnement technique aux institutions d'assurance et de microfinance dans le Sud. En Belgique, BRS organise également des formations intensives de management pour les dirigeants des institutions partenaires. Il nous semblait opportun de les inviter ici en Belgique pour leur montrer le fonctionnement d'une banque européenne. Ça participe à une espèce d'élargissement de l'horizon pour eux. Ils y découvrent des choses, ils y trouvent des confirmations de leur propre approche. En fait, c'est un échange d'expériences. Je voulais parler de la nouvelle stratégie, la nouvelle mission, la nouvelle vision et surtout la nouvelle culture. Nous sommes venus pour un renforcement des capacités sur le management. Et donc, depuis que nous sommes là, sur ce thème de leadership, de management, de leadership, je m'y trouve parfaitement. Les vrais leaders, ce sont les leaders qui font ça et qui savent que si mon personnel s'améliore, mon rôle ne va pas diminuer. Le contenu des ateliers est très diversifié. Les sujets vont de la gestion du changement au développement de l'infrastructure ICT en passant par le développement des produits et les ressources humaines. Depuis 1992, BRS s'engage à partager les connaissances et l'expérience du groupe KBC et de CERA en banque et en assurance, en privilégiant les partenariats à long terme. On ne crée pas Iketnunk, une banque, et on ne développe pas une région Iketnunk, ce n'est pas possible. Nous aidons ces gens, nous les accompagnons dans tout un processus de développement dans divers domaines de la banque. BRS nous a appris beaucoup de choses, nous a appuyé dans plus d'activités, nous a guidés, nous a donné un appui vraiment important dès le commencement jusqu'à maintenant. Depuis 2013, et nous sommes en partenariat avec BRS. Ça nous a été vraiment d'un apport très très utile parce que ça nous a permis non seulement de renforcer les capacités des acteurs, notamment nos employés, que ce soit dans le domaine du contrôle interne, que ce soit dans le domaine du développement des produits, le domaine du marketing. Le registre des doléances, vous en avez beaucoup ou pas beaucoup, des doléances? Et nous avons une culture orale. Oui, oui, oui. Mais plutôt écrite. Oui, d'accord. L'approche de BRS est unique, en raison à la fois du lieu où les échanges se font et de la relation entre les partenaires. Donc il s'agit d'un échange entre banquiers et collègues, un échange entre personnes de compétences pratiquement égales, mais avec des compétences différenciées, mais qui ne se situent pas dans une chambre d'hôtel, hein, qui se situent dans une entreprise qui existe, c'est le groupe KBC. En plus de l'échange en Belgique, BRS effectue aussi des visites sur place pour conseiller les institutions partenaires. Entre les visites de terrain, BRS suit régulièrement l'évolution à distance. Je pense que ce qu'on apprend là-bas, c'est l'humilité. On ne peut pas venir, nous, Belges, en Afrique avec des solutions dans nos poches. Les solutions, ils doivent les trouver eux. Ce que moi, je voudrais faire, c'est leur apprendre à réfléchir, à trouver eux-mêmes la solution. De temps en temps, nous recevons des experts de KBC aussi à notre niveau. Donc, c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant. BRS et ses partenaires du Sud s'engagent dans une relation longue et fructueuse. Dans ce contexte, une grande attention est accordée à la promotion du modèle coopératif et à l'agriculture. Même après le succès de la visite en Belgique, il reste de nombreux défis à relever. KBC est avancé dans la digitalisation. Nous commençons. Donc déjà, ça c'est une avenue sur laquelle on peut effectivement développer un partenariat pour voir comment, partant de l'expérience de KBC, nous pouvons aller vite dans la digitalisation au lieu de réinventer la roue. Je pense que je retourne avec un sentiment de satisfaction, de nouvelles connaissances, de nouvelles méthodes de travail que je vais essayer de mettre en pratique à mon niveau pour certainement améliorer les performances de ma structure. Un partenariat, ça s'entretient. Ça s'entretient et il faut qu'on puisse continuer à renforcer ce partenariat-là. Ce
Zo, daar zag u een voorbeeld van de managementtraining en de manier waarop we met partners in het zuiden samenwerken. We hebben ook eventjes tijdens de pauze of tijdens het moment van de video hebben eventjes naar de vragen gekeken die binnenkwamen. Het aantal vragen is nog relatief beperkt. Als jullie zich iets afvragen of bijkomende vragen hebben, twijfel niet dat door te sturen via de knop Ask a Question. Twee personen hadden wel een praktisch probleempje met het beeld of geluid dat wegviel. Ik heb meegekregen dat de beste manier om daarmee om te gaan is eventjes afsluiten en terug opnieuw inloggen via de link. Dan zouden jullie op zich alles terug goed moeten kunnen volgen. Na het stukje over advies en vorming gaan we nu over naar het andere luik. Dat is de investeringscoöperatie BRS Microfinance Coop. Jullie hebben waarschijnlijk die folder die jullie hier zien al gezien. Neem een deel in haar succes. En als we naar de volgende slide gaan. We gaan eerst nog een poll doen. Jullie krijgen opnieuw een vraag en nu op jullie scherm. Deze keer hebben jullie 4 antwoordmogelijkheden. En de vraag is, hoeveel investeert een coöperant gemiddeld? Jullie weten dat 1 aandeel 500 euro kost. Dus optie 1 is dat het gemiddelde investering van een coöperant inderdaad 500 euro is. Mogelijkheid 2 is 3 aandelen voor 1500 euro. Is het 3, 6 aandelen voor 3000 euro of is het optie 4, 8 aandelen voor 4000 euro? En dus bijna het maximum van 10 aandelen dat het gemiddelde is. Jullie hebben nu nog enkele seconden om op die poll te antwoorden. Dan gaan we nu verder. Dit hebben we vorige keer ook besproken tijdens de verschillende sessies die we in de regio's hebben gegeven. Maar toch nog eens herhalen, omdat het echt belangrijk is. En we krijgen de vraag regelmatig. Als wij een aandeel kopen van 500 euro, betekent dat die 500 euro rechtstreeks naar de eindklant gaat. Maar zoals we al enkele keren gezegd hebben, dat is niet het geval. Als iemand intekent op een aandeel van 500 euro, dan clustert BRS Microfinance Coop eigenlijk al die investeringen. En wij geven grotere leningen aan zo'n microfinancieringsinstelling. Bijvoorbeeld aan Pilar hebben wij zo'n investering van ongeveer 1 miljoen euro gegeven. De microfinancieringsinstelling zoals Pilar gebruikt dat geld dan om aan een hele groep klanten eigenlijk een klein microkrediet te geven, zoals bijvoorbeeld aan José Osorio in Honduras. Ja. En dan geef ik nu terug het woord aan Kurt. Dank u wel, Tom. En u weet, mensen, dat we een ambitie hebben bij BRS om zoveel mogelijk BRS-venoten te werven. Dat mensen aansluiten, engagement nemen bij BRS. Het blijft natuurlijk ook altijd mogelijk om een gift te geven aan BRS VZW met een fiscaal attest. Dat is zeker altijd mogelijk. Maar vandaag willen we vooral dat die coöperatieve geest heel concreet maken door de mensen uit te nodigen om samen met ons te investeren in het zuiden. In het licht, in het blauwe gedeelte, ziet u al de groei sinds de start in 2016, waar we vandaag met onze coöperatie staan. En we hebben exact 1499 venoten op de dag van vandaag. Dat is zeker al een mooi getal, met bijna 4 miljoen euro gecollecteerd. Maar het doel voor dit jaar, en u ziet dat er een serieuze spurt gaat moeten gebeuren, is om dit jaar tot 2000 venoten te geraken. Dat is natuurlijk een ambitie die we vanuit onze raad van bestuur stimuleren en waarvoor we ook graag jullie promotie zouden willen stimuleren. Dat jullie dus de nodige tools en de nodige overtuigingskracht hebben om wat BRS doet, om dat in jullie omgeving bekend te maken. En niks weerhoudt u natuurlijk om zelf ook te investeren. Wat doen wij met die middelen om toch ook wat cijfers te geven? Want het zijn niet alleen de middelen van de particulieren, van onze BRS-venoten, de zogenaamde A-aandelen, waarvoor we nu ongeveer 4,2 miljoen euro al bij elkaar hebben. Maar in totaal beschikt BRS Microfinance Coop over een portefeuille over de middelen van 22 miljoen euro. Want we hebben CERA en KBC die het startkapitaal voorzien hebben. En dat maakt dat we toch al een heel wat investering in het zuiden hebben kunnen doen. En u ziet dat wij hier, zijn ze opgestompt, we gaan niet in detail gaan. Maar in het groen, dat zijn de investeringen die wij doen bij microfinancieringsinstellingen in dat hogere segment. Jullie herinneren zich, in Latijns-Amerika. Hier zit dus onze Pilar, is één van die organisaties. Dan in het donkerblauw, dat zijn onze investeringen in Azië. Het lichte blauw, dat zijn de investeringen in Afrika. We moeten natuurlijk ook wat
liquiditeit aanhouden. 10% van onze middelen houden wij altijd als liquide. Er is altijd een mogelijkheid dat mensen ook uittreden. En vandaag hebben we nog 4 miljoen ter beschikking om te investeren in het zuiden. En we hebben een aantal voorstellen reeds klaar liggen om die dit jaar verder te bespreken. Maar voor ik daar naartoe ga over de manier waarop dan zo een dossier bij ons komt en de weg die het aflegt vooraleer het in dit schema terechtkomt, ga ik heel even kijken naar de resultaten van onze poll. Ja, en deze keer, deze poll is vlotter gegaan dan de vorige. We hebben de resultaten effectief binnen. En we zien, en ik veronderstel dat jullie het ook op het scherm gezien hebben, we zien dat het overgrote deel van jullie dacht dat het antwoord B was. Dus B was 3 aandelen voor 1500 euro. Slechts een heel beperkt aantal personen dacht dat het 1 aandeel of 6 aandelen was. In de praktijk was het eigenlijk antwoord C, 6 aandelen. We zien dat eigenlijk heel veel mensen intekenen ofwel op 1 aandeel, waarmee ze BRS steunen met 500 euro, ofwel dat ze effectief voor de volledige 10 aandelen gaan en een volledige inschrijving doen. Maar op zich, beide zijn zeer mooi en met beide zijn we zeer blij. Absoluut. Dan gaan we nu even over naar als zo'n dossier bij ons terechtkomt. En dat gebeurt in een viertal stappen. Laten we beginnen. De eerste stap die er bij ons in de Raad van Bestuur is beslist, is waarin willen wij investeren? Dat is namelijk ons investeringsbeleid. Dat is een heel uitgebreide nota. Ik heb hier een aantal kernzaken opgesomd. Ten eerste, wij investeren in microfinancieringsinstellingen. In Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Die een coöperatieve visie hebben. We weten dat het niet altijd coöperaties zijn op juridische manier, maar die toch die coöperatieve visie hebben, die heel lokaal ingebed zijn, die een link hebben met ook de non-profit organisaties in hun regio. Met onze Raiffeisen natuurlijk ook heel sterk die rurale focus. Dat hoeven niet noodzakelijk alleen landbouwers te zijn, maar vooral mensen in het rurale milieu. Het is heel belangrijk dat die organisaties sociaal performant zijn, dat ze met de juiste instelling, en we komen daar straks op terug, dat we dat echt wel moeten benadrukken, dat we daar heel sterk naar kijken. En voor de investeringen, dat het financieel stabiele of zo stabiel mogelijke organisaties zijn, 100% zekerheid hebben we niet, maar dat zijn de criteria waar we naar kijken. Die criteria die hebben wij gegeven aan een gespecialiseerde organisatie, namelijk Incofin Investment Management. Dat is een organisatie met het hoofdbureau in Wilrijk, maar die ook bureaus hebben in Azië, Afrika en Latijns-Amerika, waar zij gespecialiseerde mensen in dienst hebben, de zogenaamde investeringsofficers, die de verschillende microfinancieringsinstellingen in hun regio gaan bezoeken, die de criteria die wij hebben gaan aftoetsen bij hen en die aan ons investeringsvoorstellen doen. Dus zij hebben enkel een adviserende rol. Zij gaan over niets beslissen. Zij hebben de criteria meegekregen. Wij hebben hen gevraagd om onafhankelijk van ons, ook bij Pilar, ofschoon we Pilar zeer goed kenden, hebben we ook gevraagd dat zij met hun ogen van professionele investeringsofficers, om daar toch ook te checken of alles correct is en past binnen de criteria van BRS. Die voorstellen, na een onderzoek ter plaatse, die worden dan naar ons gestuurd. En ons, wie zijn dat? Dat is het investeringscomité van BRS Microfinance Coop. Die ontvangen ongeveer om de 2 maanden, is dat ritme, dat die investeringsdossiers besproken worden. En dat is een vertegenwoordiger, jullie kennen hem misschien, Jan Bergmans van CERA, Isabel Kardinaal van KBC, Piet van het BRS-instituut, dus van onze adviseurs met heel ruime ervaring in kredietverlening. En vanuit BRS zit ik zelf in dit comité. Wij bekijken die dossiers en wij kunnen beslissingen nemen tot maximum investeringen. En dat zijn meestal leningen die wij geven aan microkredietinstellingen tot 1 miljoen euro. Wanneer de vraag voor een hogere investering gesteld wordt en wij geven daar een positief advies aan, dan is het de Raad van Bestuur van de BRS Microfinance Coop die daarop uiteindelijk een beslissing neemt. En natuurlijk ook alles doet wat een Raad van Bestuur doet, de budgetten goedkeuren, ook heel de werking, heel het beleid van BRS mee besturen, bepalen.
Dus dat is waar die onderzoeken gebeuren, de goedkeuringen gegeven worden. En dan is het werk, dan begint er een heel belangrijk werk, namelijk de hele uitvoering van, van dat contract. Dat begint met het opstellen van het kredietcontract, maar ook, we hebben middelen van de mensen hier in België, voornamelijk van België. En we willen natuurlijk ook zo goed mogelijk dit beheren. En dat betekent dat er in die landen heel wat risico's zijn. Het is niet zo, het is maar heel zelden dat wij leningen in euro kunnen geven. Meestal geven wij leningen in lokale munt. En dat betekent dat wij ook de indekkingen doen van het muntrisico. Dat wij een indekking doen, een verzekering nemen tegen landenrisico's, politiek risico bijvoorbeeld, wat toch wel in heel wat landen aanwezig is. En wat continu gebeurt, ook door bezoeken ter plaatse, opnieuw door die Incofin, of als wij zelf ter plaatse zijn, zoals bij Pilar, kunnen wij dat ook zelf doen, de opvolging van de sociale en de financiële indicatoren. En wanneer dan bijvoorbeeld blijkt dat het in een of andere organisatie toch in de verkeerde richting gaat, dat bijvoorbeeld afspraken over de risicoportefeuille dreigen doorbroken te worden, dat daar bijvoorbeeld toch wel wat risico's aan het groeien zijn, dan wordt contact genomen met die organisatie, wordt gekeken hoe dit kan aangepast worden. Momenteel is er zo een probleem in Nicaragua, u heeft dat waarschijnlijk ook via het nieuws gevolgd. Ook microkredietinstellingen worden dan daarmee geconfronteerd. En samen met de andere investeerders zijn wij niet gaan zeggen, kom, geef ons geld terug. Nee, we hebben samen gedacht van hoe kunnen we die organisatie ondersteunen, ook in deze moeilijke tijd. En we hebben dus een aangepast reddingsplan goedgekeurd en dat wordt momenteel uitgevoerd. Dus dat is een heel intensief proces van uitvoering en opvolging van de lening. Ik heb die nadruk heel sterk gelegd op heel dat sociale verhaal. En dat is niet zomaar, want we hebben op voorhand een aantal vragen gekregen en dit is iets dat jullie mogelijk in de kranten de afgelopen weken hebben zien opduiken. Microkrediet duwt armsten in de schulden. Sommigen onder jullie hebben gezegd, ja, met dit kan ik geen mensen overtuigen om te investeren in microfinanciering. Dat begrijpen we heel goed. Toch even wat achtergrond hier geven. Het gaat hier voornamelijk over een aantal gevallen die vastgesteld zijn door de journalisten in Cambodja. En daarna ook zijn er een paar verhalen opgedoken uit Sri Lanka. Dit is uiteraard niet wat microfinanciering moet zijn. Dat mag het absoluut niet zijn, want dit is niet wat de bedoeling is. Het is om mensen uit armoede naar boven te krijgen. Dat is in het verleden nog gebeurd. Het is niet de eerste maal dat zulke verhalen opduiken. We hebben dat ook meegemaakt. Bijvoorbeeld een tiental jaar geleden was dat in India het geval. Meer bepaald in één provincie. Zelfs ook in Europa, in Bosnië, hebben we ook meegemaakt dat daar dit soort van problemen hebben opgedoken. Het heeft meestal te maken dat mensen heel veel kredieten namen om een ander krediet terug te betalen. En op een bepaald moment is die put zo groot en zitten de mensen in wat men noemt een soort overschuld, over-indebtedness, zoals dat in het Engels wordt genoemd. En daarom is dat zo belangrijk dat die sociale performantie opgevolgd wordt. Zeker met dit nieuws gaan we daar vanuit BRS nog extra op toekijken. En gelukkig voor ons, want wij hebben ook een investering lopen in Cambodja, in dit land met die verhalen. Maar onze organisatie was wel goed gescreend en heeft een belangrijk doel, namelijk het beschermen van cliënten, vooropgesteld. En daar is het, dat is dus heel belangrijk dat we dat ook verder blijven opvolgen. Okay. Ik geef nu heel even graag terug het woord aan Tom over dan dat specifieke samenwerking die we hebben met Pilar in Honduras. Ja, dankjewel Kurt. We hebben Pilar al doorheen de hele presentatie gevolgd. Eerst hebben we hun cijfers getoond en eigenlijk aangegeven waarom hebben we ervoor gekozen om hun advies en vorming te geven. Dan hebben we ook gekeken naar wie zijn de klanten, José Osorio van Pilar in Honduras. En nu gaan we verder met Pilar, want nu hebben we beslist om ook Pilar een lening te geven. En hoe hebben we dat precies gedaan? Eerst zie je hier een beetje achtergrondinformatie over Pilar. Wat moet u zich daar eigenlijk bij voorstellen? Hoe groot is zo'n organisatie? En u ziet dus, die heeft een 28.000-tal klanten. Dus dat is zeker geen multinational. Als je kijkt naar het gemiddelde kredietbedrag dat Pilar geeft, dat is ongeveer $1.000. Dit zijn dus niet de kredieten die worden gegeven om huizen te bouwen bijvoorbeeld. Ook in Honduras is het niet mogelijk om daar een huis mee te bouwen. Maar het is eerder, zoals u ziet, veel kredieten worden in landbouw gegeven.
geven. Dus dat zal een krediet zijn dat gebruikt wordt om grondstoffen te kopen voor landbouw of om een klein stukje te automatiseren. Zo'n voorbeelden zijn de grootste voorbeelden van de kredieten. Als we naar de volgende slide gaan, dan ziet u eigenlijk die screening die Incofin deed. Kurt had het daar net over. Hoe gebeurt dat precies? Dat is een heel uitgebreid rapport wat er dan gegeven wordt. Maar hier ziet u twee voorbeelden die eigenlijk uit dat rapport komen. Links ziet u de screening die gebeurt op het gebied van risico. U ziet dat verschillende elementen gescreend worden. Bijvoorbeeld, hoe scoort pilar financieel, de financiële performantie? Zijn ze financieel gezond? Dat is uiteraard belangrijk, want het mag niet de bedoeling zijn dat mensen die investeren in BRS Microfinance Coop, hun geld, dat het risico te groot is dat ze hun geld verliezen. En zoals u ziet aan het groene, pilar scoort daar heel goed op, dus op dat vlak is het risico klein. Maar er worden ook heel wat andere risico's in kaart gebracht, zoals bijvoorbeeld bovenaan het country of het landenrisico. Hoe groot is de kans dat er in Honduras in dit geval risico's gebeuren, politieke risico's, waardoor het land instabiel wordt. Daar scoort Pilar bijvoorbeeld een beetje minder goed op, omdat Honduras toch nog altijd risicovol is op dat vlak. En zo wordt eigenlijk op een hele hoop verschillende factoren gescoord. Rechts ziet u dan een soort gelijke scoring, maar dat is op de sociale score. En daar ziet u ook verschillende dingen die worden bekeken. En dat gaat, aan de ene kant gaat dat bijvoorbeeld over hoe wordt er met de eindklant omgegaan. Voldoen de producten echt aan de noden van de eindklant? Of zijn het producten die eigenlijk gemaakt zijn voor de winst te maximaliseren van de organisatie? Die afweging wordt gemaakt en daar wordt een score op gegeven. Maar er wordt bijvoorbeeld ook gekeken hoe worden de werknemers behandeld. Worden de werknemers goed behandeld? Is er een heel groot verloop of niet? En zo zijn er ook daar een hele hoop sociale factoren die in rekening worden genomen en allemaal een score krijgen. En zoals u hier ziet, scoort Pilar op ook die sociale en de risicoscores heeft Pilar een goede score. En mede door deze informatie en nog veel meer is er dan beslist, ja, in Pilar gaan wij een investering doen, gaan wij een lening geven. Als we naar de volgende slide gaan. Ja. Als we dan eventjes kijken, wat gebeurt er eigenlijk met jouw aandeel bij Pilar in Honduras? Deze slide wil ik graag eventjes bij stilstaan, omdat dit ook het voorbeeld gaat zijn wat we gaan vragen dat gepresenteerd wordt bij de volgende RAR-ronde. Bij de volgende RAR-ronde is het de bedoeling dat er opnieuw een drietal slides over BRS gebracht worden. Idealiter gebeurt dat door de BRS-ambassadeurs, door jullie. En we zouden graag hebben dat dan het voorbeeld wordt verteld van twee klanten. Want dat is, zoals we al een paar keer gezegd hebben, het doel. Het leven van de eindklant verbeteren. En hier ziet u twee voorbeelden van klanten van Pilar. Links ziet u Maria en rechts ziet u José. Ik vertel graag een klein beetje meer over hun. U krijgt nadien nog meer informatie hierover. Ik geef al kort mee wat hun achtergrond is. Maria is een dame van 46, een pottenbakster. U herkent haar misschien ook omdat zij ook de dame is die op de folder staat van BRS Microfinance Coop en op ons jaarverslag, zoals Kurt laat zien. Dankjewel, Kurt. Maria heeft een eigen pottenbakwinkeltje, bedrijfje opgericht in 2006. Toen is ze daarmee gestart. Eigenlijk heeft ze het altijd op haarzelf gedaan met heel beperkte financiële middelen. En het is pas 10 jaar later, in 2016, dus enkele jaren geleden, dat ze bij Pilar is gaan aankloppen en dat ze eigenlijk gezegd heeft, kan ik een klein krediet krijgen samen met twee vriendinnen die hetzelfde werk doen. En samen zouden wij graag een klein beetje meer grondstoffen aankopen om zo ook een grotere voorraad te kunnen aanleggen, om zo ook hogere inkomsten te hebben. Dus dat is eigenlijk hoe zij haar microkrediet gebruikt heeft om haar zaak te laten groeien. Rechts zien we het voorbeeld van José. José heeft een groter voorbeeld. U ziet links dat het krediet rond de $340 was. José heeft een krediet genomen van $750. Hij is een koffieboer. Zijn koffieplantage lag een stuk van zijn huis af. De koffiebonen die hij teelde, hij moest die terug naar zijn huis brengen voor verdere verwerking. En bepaalde verwerkingen kon hij ook niet zelf doen. Wat hij eigenlijk gedaan heeft, is, hij heeft met enkele verschillende kredieten, heeft hij een soort fabriekje vlak naast of op zijn erf gemaakt waar hij ook de koffiebonen teelt. En zo heeft hij eigenlijk het proces efficiënter gemaakt en kan hij meer van de productie zelf in handen houden. Dat zijn twee heel mooie verhalen die eigenlijk goed aangeven, de lening die wij aan Pilar geven, waar gaan eigenlijk, welk type klanten krijgt dan uiteindelijk die kleine microkredieten waar die lening voor bedoeld is.
En dan ga ik terug over naar Kurt voor het stukje wat we eigenlijk in België doen. Ja, ik heb hier even ondertussen, kijk ik toch of er nog specifieke vragen van de groep zijn binnengekomen waarop Tom zich ondertussen even kan voorbereiden. Dus Tom, lees jij gerust wat de vragen zijn. Maar ik ga hier even gaan om wat wij als BRS in België doen. Want naast de werking in het zuiden vinden wij het ook heel belangrijk dat wat wij ginder doen, dat we dit hier op een juiste manier ook vertellen. En dat wij de realiteit van het terrein dat wij tegenkomen, dat we dat ook vertalen naar een publiek in België op een manier dat dat niet te technisch is. We hebben hier vandaag een paar technische zaken verteld, maar we willen ook vooral het verhaal van die ondernemende mensen die wij altijd ginder tegenkomen rond microfinanciering. En dat maakt die sector ook zo boeiend om dit verhaal te brengen. En we hebben natuurlijk een aantal, ja, u kent het van deze folder waarschijnlijk van onze Zuidgebreid die we vorig jaar gedaan hebben. We doen dat elk jaar opnieuw. Volgend jaar hebben we de ambitie om daar een heel groot event van te maken. Ik ga zeggen, het is nog niet definitief, maar ik ga het jullie toch al meegeven. Het idee is dat we in de maand september of oktober een event gaan organiseren in Tervuren in samenwerking met het museum daar. Ook iets waar jullie nog altijd op kunnen intekenen, dat zijn onze microfinance lunchbreaks. Dat is 2 maal per jaar ongeveer dat we dat organiseren, maximaal 2 maal per jaar. Dus het is niet dat dat een activiteit is die heel intensief is. Maar daar nodigen wij sprekers uit het zuiden die op een hele korte en bondige manier over actuele thema in microfinanciering kunnen vertellen. En de eerstvolgende, waar jullie zich gratis op kunnen inschrijven, die gaat door volgend jaar op 5 februari. En dat gaat over de rol van microfinanciering en vluchtelingen. Dit is iets nieuw waar BRS zelf nog niet rond actief is. Maar microfinanciering, microkredieten spelen een hele belangrijke rol bij vluchtelingen. En dat zijn dan niet de vluchtelingen alleen die wij in Europa zien. Maar er zijn veel meer vluchtelingen die in de landen zelf op de vlucht zijn. Meer dan 80% zit eigenlijk in regio's binnen hun eigen land verspreid. En daar zijn de microkredietinstellingen een heel belangrijke rol om die mensen te ondersteunen, om ook economische activiteiten daar te ontwikkelen. Dus een heel boeiend nieuwe sector, kennen wij nog niet heel goed. 5 februari in Brussel. Natuurlijk, op de Sera Venote ontmoetingen proberen wij dat ook BRS telkens te promoten. Ik ga straks even een foto laten zien van het meest recente dat we gedaan hebben. We hebben, dat is van Sera, maar we zitten hier in het huis. De studio waar we nu zitten is live vanuit Leuven, vanuit de KBC Bank. En hier hebben wij een personeelskring, in de Bres noemen zij zich, die de activiteiten van BRS promoten binnen het personeel. We hebben het personeel dat zich als vrijwilliger van collega tot collega inzet in het zuiden. Maar er zijn natuurlijk ook heel wat collega's die die sociale rol van microfinanciering van door een financiële instelling ook wel heel boeiend vinden en dit ook als heel waardevol ervaren dat KBC zich daarmee achterzet. En het feit, dat is misschien daar straks niet gezegd, die vrijwilligerswerking van KBC is op een niveau getild dat KBC dit ook zodanig waardeert dat de collega's die zich via BRS hiervoor inzetten, dat zij dat ook voor de helft in hun werktijd mogen doen. En dat is iets dat vrij uniek is. Daar zijn eigenlijk geen banken die dit soort van engagement hebben opgenomen. Dus we zijn daar ook heel dankbaar voor dat we daarvan gebruik kunnen maken. Van de meest recente ontmoeting waar we de promotie van de BRS Microfinance Scope, de aandelen dan gedaan hebben, dat is dit hier. Dat was een event waar we ook een oproep gedaan hadden naar jullie voor hulp, om daar die dag te gaan helpen op het fietsevent van Sera en KBC. En waar we erin geslaagd zijn om heel erg op te vallen. Die gele truien hebben we nog steeds, dus als iemand ooit wilt gaan fietsen en heel erg wilt opvallen met zijn team, geef maar een seintje, we hebben een aantal truien nog liggen. We zijn daarin geslaagd, dankzij heel intensieve promotie, om daar meer dan 300 adressen, dat wil zeggen 10% van de mensen die daar gefietst hebben, hebben we kunnen bereiken. En die zijn nu ingeschreven en die hebben zich akkoord verklaard om promotie te ontvangen over BRS Microfinance Co-op. Dus dat zijn events waar we heel dankbaar zijn als jullie ons daar mee kunnen ondersteunen. Op de volgende RAR. Tom heeft het al gezegd,
is het denk ik goed om te laten weten, en zeker met die sociale problematiek die we dan toch gehoord hebben, als daar ooit vragen over komen, we zullen jullie nog wat extra materiaal geven om daar op een goede manier op te kunnen antwoorden, maar dat we echt laten weten wat gebeurt er met jouw geld, hoe reist jouw geld in de wereld. En wat we dan in tweede instantie in de kijker kunnen zetten, zeker op het einde van het jaar, is dat fiscale voordeel. We hebben hier daar nu niet over gesproken, maar u weet, 5% is het fiscale voordeel dat iemand heeft. En dan is het soms op het laatste duwtje, kan dan soms helpen dat iemand die in december intekent, heeft al 5% bij zijn aangifte van juni, kan die al terugkrijgen. En dat is dan dat extra. Maar natuurlijk, de voornaamste motivatie is het sociale doel dat met jouw aandeel gebeurt. De lunchbreak, de evenementen 2020, dat heb ik net genoemd. Er staat maart 2020, maar het is in februari 2020. We zullen dat nog even op de slides aanpassen. Ondertussen kijk ik naar Tom of er vragen zijn binnengekomen waarop we kunnen antwoorden. Tom? Ja, het aantal vragen is beperkt voorlopig, dus hou jullie zeker niet in. Als jullie nu een vraag hebben, jullie willen iets weten, alle vragen zijn welkom. Ook als jullie iets misschien niet goed durven vragen, niet twijfelen, probeer maar. Daarvoor zijn we hier om al jullie vragen te beantwoorden, dus geef het zeker door. Als ik eventjes naar de vragen kijk die er al geweest zijn, zijn vooral praktische vragen. Ik heb een paar keer de vraag zien passeren of dit later nog te herbekijken is. En dat is inderdaad het geval. Dit wordt opgenomen en we gaan ook de link doorsturen, zodat u dit nadien eventueel nog kan herbekijken. En ook de slides gaan we jullie bezorgen met soms nog een beetje bijkomende info in de commentaar, zodat jullie, als jullie ooit terug willen gaan kijken, dat jullie daar terecht kunnen. Dus dat komt alleszins in orde. En ondertussen wachten wij nog eventjes op eventuele andere vragen. Maar we gaan natuurlijk niet de hele tijd hier in beeld wachten. Nadat het beeld straks sluit, kunnen jullie ook nog even vragen blijven stellen. Wij gaan hier ook nog even in de studio blijven en we kunnen dan eventueel persoonlijk jullie een antwoord geven. Ik kijk nog heel even of er toch nog in laatste instantie een extra vraag is binnengekomen. Om nog een beetje tijd te geven voor vragen, geef ik nog eventjes mee dat in het jaarverslag van BRS dat er ook twee interessante artikels zijn over wat we hier vandaag verteld hebben. En dat is namelijk, er is een interview terug te vinden met René Banegas, de CEO van Pilar, waar wij dus de investering in gedaan hebben. En ook een portret van Maria de Pottenbakster, die dus een van de klanten is van Pilar. Dus als jullie het jaarverslag hebben, lees zeker die artikels eens. Dat geeft heel interessante achtergrond. En anders kunnen jullie op een volgend evenement zeker het jaarverslag nog krijgen. Ja, ik zie dat er intussen geen dringende vragen zijn binnengekomen. En dan denk ik dat ik jullie van harte wil danken voor de tijd die jullie genomen hebben om vanavond hier naar deze eerste webinar te kijken. We gaan hier zo dadelijk afsluiten. Ik dank het hele team hierachter, want die zitten buiten beeld. Maar we hebben hier heel wat mensen die zorgen dat allemaal technisch heel mooi in orde komt. Ook Jarek en Vincent, heel hartelijk dank voor de ondersteuning hier. Zodra we hier afsluiten, verschijnt er een scherm met de vraag om jullie een mini-enquête over wat jullie van deze webinar vonden. Ik nodig jullie heel van harte uit om dit goed in te vullen, want het geeft ons weer input om dat in de toekomst te kunnen verbeteren. Hartelijk dank en tot een volgende keer.